Meisjes, heel hartelijk welkom bij de Tros. Tros Actua Esculaap en Tros Drama verzorgen vanavond ons programma. Om 11 uur in Tros Actua Esculaap aandacht voor de CARA-patiënten. Tros Drama brengt u nu het aangrijpende en ontroerende oorlogsdocument Het Dagboek van Anne Frank. Jeroen Krabbe en Hank Onrust bewerkten de theatervoorstelling voor televisie. Jip Wijngaarden is Anne Frank, die 40 jaar geleden, 15 jaar oud, stierf in Bergen-Belsen. Door haar dagboek blijft ze echter voor altijd onder de levenden. Er is iets gebeurd. Ik voel het. Toe, Kerlie. Meneer Frank zei dat ze om 7 uur hier zouden zijn. Hij zei dat ze... Het is minstens 3 kwartier lopen. Dan kan je toch niet verwachten dat... Ze zijn opgepakt. Ik zeg je, ze zijn aangehouden en opgepakt. Nou... Zie je. Mevrouw Van Daan. Meneer Van Daan, er was zoveel groene politie op straat. We hebben de binnenstad moeten mijden. Anne. Peter. Anne. Mag ik u voorstellen, dit is mijn vrouw Edith, meneer en mevrouw Van Daan. Dit is Peter Van Daan. Dat zijn mijn dochters. Dat is Margot. Dat daar is Anne. Ja, het spijt me dat het hier nog zo'n rommel is. Maakt u zich daar maar geen zorgen over. We hebben een zee van tijd om alles op orde te brengen. Alles wat u ons al had meegegeven, dat hebben we opgeborgen. De levensmiddelen in deze kast. En daar zijn de toiletartikelen, zeep en zo. En in deze kamer, daar is het linnengoed. Dank je, Miep. Ja, ik heb de bedden maar vast opgemaakt. Meneer Kralen wist van uw man hoe het ingedeeld moest worden. Ja, neemt me niet kwalijk, maar ik moet opschieten. Ik moet helemaal naar de andere kant van de stad om aan bonkaarten voor u te komen. Bonkaarten? Maar als je bij de distributie ons persoonsbewijs laat zien, dan weten ze dat we niet weg zijn. Er is absoluut geen gevaar bij dat. Maakt u zich maar niet ongerust. Er komt helemaal geen persoonsbewijs aan te pas. Goed, dan ziet u me straks weer. Heel erg bedankt, Miep. Zijn dat zwarte bonkaarten? Daar hebben we nooit aan mee willen doen, dingen die illegaal zijn. Dit, ons hele verblijf hier, kun je niet bepaald legaal noemen. Het heeft niets te maken met de zwarte markt, mevrouw Frank.
Dit noemen wij de Witte Markt. Iets doen voor al die honderden mensen die in Amsterdam onderduiken. De Westertoren! Ik moet gaan. Ik moet hier weg zijn en zorgen dat ik beneden in kantoor ben voor het personeel komt. Miep en ik zullen elke dag zorgen dat u krijgt wat u nodig heeft. En nieuws als dat er is. Boodschappen en zo kunt u er ook aan ons opgeven. Morgen komt er een betere grendel voor de deur onderaan de trap. Er moet een knip opkomen die u er zelf op kunt doen. Alleen op ons teken. Alleen dan doet u open. Oh ja, vertelt u het hen van de gehoorigheid? Dat zal ik doen. Dan zeg ik nu maar gedag. Zo gauw de mensen beneden weg zijn, kom ik nog even terug. Tot straks dan. Ik weet niet hoe we kunnen bedanken. Ik had niet gedacht dat ik dat nog eens zou meemaken. Dat een man als meneer Frank zou moeten onderduiken. Boven zijn eigen kantoor. Met gehoorigheid. Zullen we eerst even allemaal iets uittrekken? Ja, nog een wonder dat we niet zijn aangehouden. Zo in juli over straat. Petronella met haar bontjas aan. En die kat van Peter alsmaar janken. Een kat? Anne. Ach, niks aan de hand. Ik heb er nog drie onder zitten. Goed. Wat die gehoorigheid betreft. Zolang er beneden in het kantoor mensen aan het werk zijn, moeten wij ons hier doodstil houden. Je hoort beneden elk geluid. Niet alleen in het kantoor, ook het magazijn daaronder. De mensen komen tegen 8:30. Ze gaan om ongeveer 5:30 weer naar huis. Om nou elk risico te vermijden, mag er tussen 8:00 s'morgens en 6:00 s'avonds alleen heen en weer gelopen worden als dat echt nodig is. En dan zonder schoenen, natuurlijk. Hardop praten kunnen we niet. We kunnen geen kranen laten lopen. De gootsteen hier kunnen we dus niet gebruiken. En met uw verlof ook de wc niet. De afvoer loopt door het magazijn. Dat zouden ze kunnen horen. Het afval moet elke... Mag hier niets worden weggegooid wat onze aanwezigheid zou kunnen verraden. Nog niet een aardappelschil. Alles moet 's avonds daar in de kachel worden verbrand. En willen we dit overleven, dan zullen we ons daar strikt aan moeten houden totdat het voorbij is. Tot het voorbij is? Na 6:00, dan kunnen we gewoon hardop praten. We kunnen samen lachen, we kunnen eten, we kunnen lezen, we kunnen spelletjes doen, net als thuis. Nou lijkt het me verstandig als we allemaal naar onze kamer gaan, zorgen dat we voor 8:00 geïnstalleerd zijn. Mevrouw Van Daan, u en uw man hebben de kamer boven. Peter, jij hebt het zijkamertje. Ja. Ik heb je fiets daar op laten hangen. Dat daar wordt de kamer voor Anne en Margot. Dit hier is de gemeenschappelijke zitkamer. Om te eten, om te lezen, te praten. Als één grote familie. Maar waar slapen uw vrouw en u dan? Dit is tegelijkertijd onze slaapkamer. Oh, nee, geen sprake van... Nee, dat gebeurt niet. Laat ons hier slapen, neemt u de kamer boven. Ik heb hier wekenlang over nagedacht. Dit is de beste oplossing. Het is de enige oplossing. We zullen u nooit genoeg kunnen bedanken. Ik weet niet waar wij aan toe zouden zijn geweest zonder uw man. Maar uw man heeft mij enorm geholpen toen ik naar Holland kwam. Ik kende hier niemand. Ik kan hem daar niet dankbaar genoeg voor zijn. Dan kan ik u helpen dragen. Nee. Kom, liefje. Je vindt het naar, hè? Niet bang zijn, hoor. Toe, moeder.
Edith, jij moet wat gaan liggen. Je hebt vannacht geen oog dicht gedaan. Jij ook niet, Margot. Ik wel, hoor. Gek, hè? Ik wist dat het de laatste nacht in mijn eigen bed was. En toch heb ik als een blok geslapen. Heel goed. Kan jij me tenminste helpen alles hier direct een plaatsje te geven? Zo, gaan jullie nou daar wat liggen? Wil je dat wel echt? Ik kan best helpen. Anna heeft er melk nog niet gehad. Die kan ik dan straks toch geven? Anne, Peter, schoenen uit voor jullie te vergeten. Ben je echt niet moe, Anne? Nee, ik voel me prima. Ik ga vader helpen. Peter? Ik ben blij dat jij hier ook bent. Dank u wel, mevrouw Frank. Hoe heet die? Moesje. Moesje? Hai, moesje, 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 moesje. Oh, ik ben dol op katten. Ik heb er zelf ook een. Een heel schattig klein poesje. Oh. Maar ik mocht hem niet meenemen. Ik heb een bakje met eten voor hem achtergelaten en een briefje erbij voor de buren of ze voor hem willen zorgen. Ach, ik zal hem wel vreselijk missen. Wat is Moesje eigenlijk, een hij of een zij? Een kater. Hij houdt niet van vreemden. Oh, hij zal snel genoeg merken dat ik geen vreemde ben. Is hij gesneden? Wat? Of het een gesneden kater is? Nee. Dat moet je wel laten doen, hoor. Anders dan vecht hij met vreemde katten. Op welke school was jij? Joods Lyceum. Hé? Daar waren Margot en ik ook. Ik heb jou nooit gezien. Ik jou wel. Af en toe. Ja? Op de binnenplaats, altijd met een heel stil ander om je heen. Waarom ben je dan nooit naar me toegekomen? Ik ben alweer wel liever alleen. Wat doe je? Ik haal me af. Dat kun je niet doen. Ze pakken je zo op als je zonder ster de straat op gaat. De straat op. Oh ja, dat is zo. Je hebt gelijk. We hoeven hem niet meer op. Wat zullen ze allemaal wel niet denken als we vandaag opeens niet opkomen dagen? Ik heb met niemand afgesproken. Oh, ik wel. Ik zou vanmiddag bij Jopie gaan pingpongen. Ken jij Jopie de Waal? Nee. Jopie is mijn allerbeste vriendin. Jopie en Lies, allebei, ja. Hoe, wat zullen ze denken als ze opbellen en er is geen gehoor? Misschien gaat Lies wel naar mijn huis toe. Wat zal ze denken, zeg? We hebben alles zomaar achtergelaten, net alsof we opeens weg moesten. De ontbijtboel op het aanrecht en de bedden niet opgemaakt. Wat doe jij ermee? Verbranden. Ja, gek, hè? Ik weet niet waarom, maar ik kan hem toch niet zomaar wegdoen. Ik kan het niet. Dat rotding waarmee ze je gebrandmerkt hebben. Dat ze je laten dragen om op je te kunnen spugen. Ja, dat weet ik wel. Dat weet ik ook wel. Maar het is toch een Davidster. Waar of niet? Misschien is het voor een meisje anders. Zo, Peter. Nou, jij. We moeten nog aan een bak voor jouw kat zien te komen. Ik ben zo blij dat je wat meegebracht. Anne vond het vreselijk haar katje te moeten achterlaten. Hier. Denk je dat dit hem zal bevallen? Dank u wel. Dat daar is dus jouw kamertje. Maar je mag helemaal niet meer groeien, want er kan geen centimeter meer bij. Anders moet je met je voeten buiten de dakraam gaan slapen. Heb je honger? Nee. We hebben boterhammen bij ons, hoor. Nee, dank u wel. Eet je ze tussen de middag maar op. Vanavond eten we warm. Onze eerste echte warme maaltijd samen. Dank u wel. Dat is een aardige jongen, hè, Peter? Wel ontzettend verlegen. Je zult vast wel goed met hem kunnen opschieten, Anne. Laten we het hopen. Waarschijnlijk is hij de enige jongen die ik niet... Waarschijnlijk is hij de enige jongen die ik in maanden en nog eens maanden te zien zal krijgen.
Wat heb je daar? Je dagboek. Dat je dat ook nog meegenomen hebt. Daar heb je meer aan dan aan jurken. Weet je wat ik van plan ben? Ik ga net doen alsof het hier een heel eigenaardig pensioen is. Waar we op vakantie zijn. Anne, maak die doos eens open. Pim, mijn filmsterren! Ik heb lopen denken, waar zijn ze nou gebleven? De koningin ook, wat lief van je. Oh, ik ga ze meteen opplakken. Lijn, beneden is vast een lijn. Anne! Ja, maar er is nou toch niemand beneden? Wat doet er niet toe? Verder dan de trapje mag je nooit komen, heb je dat begrepen? Nooit? Ook niet 's avonds, als ze allemaal weg zijn. Of zondags. Beneden naar de radio luisteren mag ook het niet. Het spijt me, Annelijn, het is te gevaarlijk. Je mag niet verder dan de trap hier, helemaal nooit. Ik snap het. Ik begrijp best dat het moeilijk voor je zal zijn. Maar één ding moet je altijd onthouden. Niemand is in staat om jouw gedachten op te sluiten. Niet met muren, niet met grendels, niet met sloten. Miep zal zorgen dat wij boeken krijgen. We gaan gedichten lezen. We gaan boeken lezen over mythologie. Over geschiedenis. Hier. Je melk. Overigens zitten er best een paar voordeeltjes aan je verblijfje. Als ik bijvoorbeeld denk aan die ruzie met moeder om de overschoenen. Weet je nog wat je zei? Dat je liever dood ging dan dat je ze aantrok. En het eind van het liedje was natuurlijk dat je ze gewoon aan moest. Zolang we hier zijn, voor jou geen overschoenen meer. En Margot's mantel die je af moest dragen, hoeft ook niet meer. En de pianolessen. Je hebt geen vervelende pianolessen meer. Wat een leventje krijg je hier, zeg. Ik wil de moesje wat water geven voordat... Oh ja, natuurlijk, kom. Ik veronderstel dat ik nu eerst zou moeten beschrijven hoe het is om ondergedoken te zijn. Ik kan alleen maar zeggen dat ik dat zelf nog niet weet. Het benauwt me meer dan ik zeggen kan dat we nooit meer naar buiten mogen. En ik ben erg bang dat we ontdekt worden en dan de kogel krijgen. Elke keer als er in dat grote stille huis iets kraakt, of als ik buiten wat hoor, ben ik ervan overtuigd dat ze ons komen halen. Overdag gaat het wel. Dan weten we tenminste dat Miep en meneer Kraler beneden in het kantoor zijn. Onze beschermers, noemt Pim ze. Ik vroeg hem wat er met ze zou gebeuren als de moffen erachter komen dat ze ons hier verbergen. Hetzelfde als met ons, zei Pim. Stel je voor
Dat weten ze en toch blijven ze even vrolijk en opgewekt, alsof er niets aan de hand is. Vrijdag 21 augustus 1942. Veel verandering komt er in ons leven hier niet. Meneer Van Daan en ik liggen altijd overhoop. Daarentegen houdt hij veel van Margot. Mama doet soms of ik een baby ben en dat kan ik niet uitstaan. Ik ben tot de schrikwekkende conclusie gekomen dat ik maar één jurk met lange mouwen en drie vestjes voor de winter heb. Ik mag zelf een trui van witte schapenwol breien. De wol is wel niet erg mooi, maar ja. We hebben nog wat kleren bij andere mensen. Die kunnen jammer genoeg pas na de oorlog gehaald worden. Als ze er dan tenminste nog zijn. Alles is veilig. Iedereen is weg. Joepie! Anders. 6 uur, maar gewoon schone zaak. Heb je mijn schoenen gezien? Je schoenen? Je hebt ze weggenomen, hè? Ik weet niet waar je het over hebt. Dat jullie spijt moet krijgen. Oh ja? Wat maar toch niet pakken krijgen. Anne! Laat los! Anne, Piet! Niet doen! Waar ga je nou naartoe? Vooruit, we gaan dansen. Ik kan niet dansen, dat heb ik je al gezegd. Dan leer ik het je wel. Ik ga Moesie ze eten geven. Mag ik mee? Hij eet niet als er anderen bij zijn. Doe, Peter. Nee. Anne, dat heb ik echt liever niet, dat gestoei met Peter. Dat hoort niet. Kan mij dat nou schelen of het hoort of niet? Dan hoort het maar niet. Je klaagt altijd dat ik je niet als een volwassen mens behandel. En als ik het een keer doe, dan word je kwaad. Ik mag toch ook wel eens een pleziertje hebben? Gewoon een beetje lol maken en gek doen samen. Als je de hele dag hebt stilgezeten en geen pink verhoord, dan moet je ook wel eens Kate kunnen trappen. Ik weet niet dat die jongen mankeert, hoor. Hij is geen meisjes gewend. Je moet hem een beetje de tijd gunnen. Tijd? Ja. 2 maanden, Pim, dat vind ik tijd genoeg. Het is om te huilen. Vooruit, Margot, laten we gaan dansen. Ik moet moeder helpen met het eten. Toe, je zult zien dat we het helemaal verleren. Als we vrijkomen, kunnen we er niks meer van. Nee, 1, 2,
Waar is Peter? Ja, waar zou die nou zijn? Had zijn huiswerk nog niet af, is het niet? Als zijn vader hem daar met die kat vindt en zijn werk is nog niet af, krijgt hij er weer van langs. Ga jij me eens even roepen, Anne, wil je? Peter, Peter! Wat is er? Je moeder zegt dat je komen moet. Ik geef Moesje ze eten. Je weet wat je vader heeft gezegd. Verdomme, ik heb de hele middag tot die dam omgekeken. Ik waarschuw alleen maar. Ik zal hem ze eten wel geven. Jij blijft uit mijn kamer. Peter. Nou, vooruit dan maar. Maar wel meteen wegwezen, begrijpen? Is dat nou aardig om zo tegen je meisje te praten? Ja, zijn moeder, hou er nou eens een keertje mee op. Oh, kijk eens, hij bloos, moet je dat zien? Ach mens, niks van waar, laat me met rust. Daar hoef je toch niet voor te schamen? Dat is toch niet iets om je voor te generen als je een meisje hebt? Je bent niet goed wijs, ze is pas 13. Nou en, jij bent 16, kan niet mooier. Je vader is ook ouder dan ik. Past u maar op, meneer Frank, als die oorlog nog lang duurt, worden wij nog familie van elkaar. Koffie dik, mevrouw Vandaan. Ja. Waar blijft Miep toch? Ze is altijd zo op tijd. Goedenavond allemaal. Miauw. Ja, het spijt me, maar ik kan niet lang blijven. Want mijn vriend wacht namelijk binnen op mij. Mijn vriend Tom. Tom Poes. En nou zijn er mensen die beweren dat we op elkaar lijken. Alleen heeft Tom van die hele grote snorrenbaarden. En ik heb maar een itsy-pitsy dons. Ja, nou weten we het wel hoor, juffrouw Snaterbek. Peter! Ik weet alles over jou. Je kletste zo in de klas dat ze juffrouw Snaterbek noemde. En van meneer Kepler moest ze een strafopstel schrijven. Kwek, 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 zei juffrouw Snaterbek. Nou, ga door. Ga dan door. Dan moet je ze ook de rest vertellen. Dat het zo'n goed opstel was dat hij het hardop voorlas in de klas en in alle andere klassen ook. Daar! Ik heb nog nooit zo'n onuitstaanbaar mispunt gezien als dat jij bent. Goed zo, Anne. Laat je niet op je kop zitten. Dat heb ik van alle jongens op de wereld uitgerekend met die daar opgesloten zitten. Kwek, 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 kwek. En voortaan blijf je uit mijn kamer. Anne, je haar. Gloeit. Je voelt je toch wel goed, hè? En laat me nou. Je hebt toch geen koorts? Ach, wel nee. Doe nou niet zo, kindje. Je weet dat we hier nooit een dokter kunnen laten komen, nooit. Het enige wat we kunnen doen is ons in acht nemen. Ziek zijn voorkomen voor het te laat is. Laat me je tong eens zien. Doe nou niet zo belachelijk. Wees niet zo kinderachtig, Anne. Laat me je tong zien. Nee. Otto. Anne, doe wat je moeder je zegt. Vooruit. Bijt open. Nee. Otto. Anne. Nee. Niets bijzonders. Maar misschien een aspirintje. Geef dat kind in zijn hemelsnaam geen medicijnen. Ik heb vanmorgen een kwartier moeten wachten voordat ze uit de wc kwam. Ik heb mijn haar gewassen. Als onze Anne maar eens een fix eind kon fietsen. Of even bij Lies aanwippen, zou er niks mankeren, denk ik. Ja, Anne? Miep er nog niet. De magazijnknechten zijn net weg. Wat eten we? Bonen. Alweer. Ja, arme poetie, ik weet het. Maar wat kunnen we eraan doen? Miep heeft niks anders kunnen krijgen. Wij zijn thans in de zogenaamde bonenperiode.
Bruine bonen, witte bonen, tuinbonen. En allerlei andere rare snijbonen. Ik zag je wel weer met die kat aan het flikvlooien, hè? Hij is alleen maar even weg geweest om zijn jas op te hangen. Hij heeft hier de hele tijd zitten leren. Anna, een 10 voor geschiedenis vandaag. Voor Latijn een 9. En voor mijn algebra? Ik moet jou iets bekennen. Tot nu toe had ik kansen in je voor te blijven. Je hebt me ingehaald. Margot, jij zal het voortaan moeten nakijken. Algebra is een rotvak, hè, Pim? Het is een rotvak. Wow. Wat heb ik voor cijfers? 10, 10 en nog eens 10. Hier had je de subjonctief moeten gebruiken, Margot. Oh ja? Ik dacht van niet. Kijk, hier heb ik hem niet gebruikt. Mevrouw Van Daan, mag ik uw mantel eens aantrekken? Nee, Anne. Haag, later maar. Voorzichtig. Oh. Die heb ik nog van mijn vader gekregen. Een jaar voor zijn dood. Die kocht altijd het beste van het beste. Had u voordat u getrouwd was veel aanbidders? Anne, zulke dingen vraag je, dat komt niet te pas. Oh, dat mag van mij best hoor. Wij hadden thuis altijd hopen jongelui over de vloer. Toen ik nog een jong meisje was... Oh god, daar gaan we weer. Mond houden jij. We hadden een zomer een grote villa in Hilversum. De jongen zwermde om het huis als vliegen om de stroopot. En ik weet nog, toen ik 16 was. We droegen toen hele korte rokken. En omdat ik zulke mooie benen had. Trouwens, die heb ik nog. Ja, ik mag misschien niet meer zo knap zijn als vroeger, maar mijn benen kunnen er nog mee door. Wat vindt u, meneer Frank? Ja, ja, zo heb ik het wel gezien. Jou wordt niks gevraagd. Ik vraag het aan meneer Frank. Moeder, alsjeblieft. Oh, jij geneert je voor je moeder, hè? Nou, als jij nog eens trouwt, mag je blij toe zijn als je een meisje treft met zulke mooie benen. Mijn vader, die zat er altijd over in. Al die jongens om me heen. Ik hoor hem nog zeggen, als er eentje handtastelijk wordt, dan zeg je tegen hem. Denk erom, meneer Dinges, denk erom, ik ben een lady. Denk erom, meneer Dinges, denk erom. Ik ben een lady. Moet je nodig tegen haar zeggen, al die dingen. Komt straks allemaal in dat dagboek van der. Nou, en het is toch zeker allemaal waar wat ik zeg. Peter, als je het niet erg vindt, zou je dan even op de divan kunnen gaan zitten. Je huiswerk nog niet af? Nee. Je moest je schamen, jij. Ja, ik weet het al. Ik ben een stomkop en hopeloos geval. Ik kan er net zo goed mee ophouden. Jij bent helemaal geen stomkop. Praat toch geen onzin? Omdat jij nog niemand hebt om je eens te helpen, zoals die meisjes. Dat is het. Meneer Frank, zou u hem niet eens een beetje op weg kunnen helpen? Nou, ik weet zeker dat zijn vader... Nee. Ik kan niets met hem beginnen. Naar mij luistert hij helemaal niet. Ga gerust uw gang als u wilt tenminste. Wat vind je er zelf van, Peter? Ben ik meteen van mijn meisjesschool af. Oh, meneer Frank, u bent een engel. Een engel. Ik wou dat ik u had ontmoet voordat ik tegen die daaraan liep. Kom, vooruit. Gaat u zitten. En denk eraan, Peter. Luister goed naar wat meneer Frank zegt. We kunnen misschien beter naar Peters kamertje gaan. Dat is een goed idee. Naar je kamer. En denk eraan, luister goed naar wat meneer Frank te zeggen heeft. Meneer Frank is een zeer ontwikkeld mens. Zeg, het is hier toch al hutje-mutje. Moet jij zo nodig lang uit over de vloer gaan liggen? Jij zou eens een beetje minder moeten roken. Niet te genieten ben je. Roken? Heb jij mij soms zien roken? Je wou me toch niet zeggen dat je al die sigaretten al hebt opgerookt? 1 pakje. Miep heeft 1 pakje van me meegebracht. Het is sowieso een smerige gewoonte. Je hebt nu de kans om eraf te komen. Doe me een lol, zeg jij. Al ons goede geld jaag je erdoor met je gerook. Zeg maar eens dat het niet waar is. Hou je bek, jij. Wat zit jij dan nou te kijken? Ik heb grote mensen nog nooit ruzie horen maken. Ik dacht dat kleine kinderen dat alleen deden. Dit is geen ruzie.
Dit is een discussie. Heb je ooit zoiets brutaals meegemaakt? Brutaal? Anne? Wil je mijn breiwerk even pakken? Als Miep komt, moet ik niet vergeten nog wat wol te vragen. Ik zet het wel op mijn lijstje. Ik heb haarspelden en zeep nodig. Zijn er nog bibliotheekboeken die je Miep moet meegeven? Miep is net een pakezeltje. Ik begrijp niet dat ze er nog een normaal leven op na kan houden. Miep, kun je aan stijfsel zien te komen? Miep, neem mijn haar even mee naar de kapper om te knippen. Is er nog nieuws, Miep? Gauw vertellen, hoor. Weet u dat ze een verloofde heeft? Hij heet Henk. En Miep is doodsbang dat de moffen hem naar Duitsland zullen sturen om voor de Weermacht te werken. Heleboel mannen zijn al weg, hoor. Ze pakken ze gewoon op van straat. Word jij nooit eens moe van al dat geklets? Kun je niet eens 5 minuten in je mond houden? 5 minuutjes maar. Anne, je melk. Tet. Iedere keer hetzelfde. Elke avond opnieuw. Tet. Waar is nou verdomme? Wat zoek je? Een pijpliefje. Heb jij mijn pijp soms gezien? Wat moet je nou met een pijp? Je hebt niet eens tabak. Heb ik tenminste iets in mijn mond? Margot, heb je mijn pijpje soms gezien? Vanmorgen lag die nog op tafel. Ja, dat weet ik ook wel. Anne, heb je mijn pijp soms gezien? Anne? Anne, meneer Van Daan vraagt je wat. Mag ik nou opeens wel praten? Jij bent de misselijkste. Door en door verwend, dat ben je. Je zou wel eens een ouderwets pak op je broek moeten hebben. Denk erom, meneer Dinges. Denk erom. Ik ben een lady. Waarom kan je nooit eens lief en aardig zijn zoals je zusje, in plaats van al die aanstellerijen? Je moet eens luisteren, jonge dame. Mannen houden niet van al dat gedoe. Mannen houden van een meisje dat hen af en toe eens aanhoort, dat van huiselijkheid houdt, dat de boel een kan brengt, lekker kan koken. Over mijn lijk! Ik snijd toch liever mijn keel door? Niks van mij zo'n bekrompen leven. Ik ga een jaar naar Londen toe en naar Parijs om de taal te leren en kunstgeschiedenis te studeren. Nou, en misschien word ik wel journaliste of schrijfster. In ieder geval niet zoals iedereen. Ik word iets bijzonders. Oh, kijk nou wat je doet. Klunst dat je er bent. Mijn mooie bontmantel, die heb ik nog van mijn vader gekregen. Oh, het spijt me zo. Ja, zal jou wat kunnen schelen. Het is jouw jas die jij doet mij. Helemaal naar de bliksem. Weet jij wel wat die mantel gekost heeft? Moet je zien wat je gedaan hebt? Moet je zien? Nou, het spijt me echt heel erg. Ben je wel vermoorden? Vermoorden, mannetje. Petronella, liefje, kom nou naar beneden, We gaan zo eten. Petronella, liefje, kom nou naar beneden. Petronella, kom nou naar beneden. Anne, je moet je echt anders gedragen. Het was een ongelukje, dat kan iedereen gebeuren. Ja, dat bedoel ik niet. Je moet niet altijd zo tegenspreken. Niet steeds het laatste woord willen hebben. Ze zijn onze gasten. Tegen gasten moet je altijd beleefd blijven. Iedereen leeft hier onder een verschrikkelijke druk. En daarom moeten we proberen ons te beheersen. Margot gaat toch ook niet kibbelen met de Vandaans. Ze is altijd beleefd tegen ze, nooit te vrij. Margot weet afstand te bewaren en daar respecteren ze haar om. Dat moet je ook proberen. Net als Margot. En over me heen laten lopen, net als Margot. Dank je, lekker. Jij laat niet zo snel over je heen lopen, dat weet ik. Maar waar ik bang voor ben, Anne, is dat jij anderen onder de voet zult lopen. Ik weet niet wat er met jou is. Je bent zo onhandelbaar, zo dwars. Dacht jij dat ik vroeger zo tegen mijn moeder had durven praten? Ja, vroeger. Zo zijn de mensen nu toch niet meer. Ja, moeder. Nee, moeder. Zoals u wilt, moeder. Ik wil er zelf voor moeten vechten.
Ik wil helemaal door mezelf iets worden. Maar vechten hoeft niet. Margot vecht... Ja, Margot! Ik hoor de hele dag niks anders. Van iedereen krijg ik toch te horen hoe lief en hoe aardig Margot is. Neem toch een voorbeeld aan Margot. Alles wat zij doet is goed en wat ik doe is verkeerd, hè? Ik heb het ook altijd gedaan. Jullie zijn allemaal tegen mij. En jij bent nog de ergste van allemaal. Zet de bonen even zachter, wil je? Dat we nou weer zo aan tafel moeten. Pak je het brood ook even, Margot? Ik weet niet hoe dat verder moet met Anne. Om het minste of geringste vliegt ze me aan. Je weet toch hoe ze is? Over een half uur komt ze lachend binnen en maakt weer gekheid. En ik heb vanaf het begin tegen je vader gezegd dat het nooit goed kon gaan. Maar nee, niets ervan. Hij moest ze vragen, zei hij. Dat was hij aan ze verplicht. Ja, nu ziet hij in dat ik gelijk had. Al dat gescheld en geschreeuw. Het is Miep. Iedere keer als ik het hoor, staat mijn hart stil. Vader, Miep is er. Ja, dankjewel, Margot. Zo, heeft iedereen zijn lijstje bij de hand? Even mijn boeken pakken. Dit is jouw lijstje, man. Is dat Miep? Ja, vader, maak de deur voor haar open. Ja, eindelijk sigaretten. Miep is er. Ik kan u niet zeggen hoe afschuwelijk ik het vind van die mantel van uw vrouw. Anna had voorzichtiger moeten zijn. Ze komt er wel overheen. Als ik iets kan doen. Maakt u zich geen zorgen. Meneer Kraler. Meneer Kraler, hoe maakt u het? Wat een verrassing. Als meneer Kraler binnenkomt, breekt de zon door. Komt Miep niet? Nee, vanavond niet. Wilt u een kopje koffie? Of waarom eet u niet een hapje mee? Nee, dank u. Meneer Kraler heeft iets met ons te bespreken. Iets dringends, waarover wij een beslissing moeten nemen. Nu meteen. Is er iets gebeurd? Als ik hier kom, probeer ik altijd goed nieuws mee te brengen. Wat heeft een mens aan slecht nieuws als je er toch niets aan kunt veranderen? Maar nu zitten we toch ergens mee. Henk kwam ineens aanzetten. U weet wel, Henk van Miep. Een tandarts die ze al jaren kennen zit in grote moeilijkheden. Een heleboel Joodse artsen zijn gisteren opgehaald. U kent hem geloof ik wel. Dussel. Hij moet zo gauw mogelijk weg, onderduiken. Ja, nou dacht Henk dat meneer Dussel misschien hier was. Vanzelfsprekend. Het is waarschijnlijk maar voor een paar nachten tot ik iets anders heb gevonden. Ja, het overviel me zo dat ik niet zo gauw wist wat ik moest doen. Waar is hij? Beneden, in kantoor. Mooi. Vraag wie naar boven komt. Ik ga hem onmiddellijk ophalen. Neem me niet kwalijk dat ik u niet geraadpleegd heb. Ik neem aan dat u er hetzelfde over denkt als ik. U hoeft ook niemand te raadplegen. Het is uw huis, u kunt doen en laten wat u wilt. Mijn enige bezwaar is, we zitten toch al krap met eten en nou nog iemand erbij. We kunnen toch alles delen? Het is maar voor een paar dagen. Verder van niet. Ik ben blij dat we hem helpen kunnen. Maar waar moet hij slapen, Otto? Heb je daar al aan gedacht? Hij kan mijn bed krijgen. Ik slaap wel op de grond. Dat is heel aardig van je, Peter, maar jouw kamertje is voor jou zelfs al te klein. Ik heb een idee. Ik kom hier bij jou slapen, Pim. Dan krijgt Margot, die krijgt de kamer van Peter. En Peter en meneer Dussel gaan samen op onze kamer. Dat zou kunnen. Margot, het is geen kamertje voor jou, dus ook niets voor Anne. Moesje heeft er een paar keer een rat gevangen. Peter kan dat niks schelen. Nee, maar luister eens. Ik kom bij jou slapen, Pim. En dan krijgt meneer Dussel mijn bed. Nee, Margot komt hier slapen en hij neemt haar bed. Dat is de enige oplossing. Haal even al je spullen hierheen, Margot. Help je even, Anne? Waarom mag Margot hier wel slapen en ik niet? Omdat dat niet kan. Hij kan toch niet op één kamer met... Kijk toe, Anne, begin niet weer, alsjeblieft. Jij vindt het toch niet erg om je kamertje te delen met meneer Dussel, Anne? Nee, natuurlijk niet. Mooi zo. Edith, waar is de cognac? Daar.
Maar Otto, die had ik willen bewaren. Dit lijkt me het moment om hem aan te spreken. Peter, geef mij snel 5 glaasjes. Wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? We krijgen er nog iemand bij. Wat? Hier? Je bent gek. Het is maar voor een paar nachtjes, meneer Van Daan, totdat meneer Kralen iets anders voor hem gevonden heeft. Ja, ja. Komt u verder, meneer Dussel? Meneer Frank? U? Ja. Kom, laat me u helpen. Mag ik u voorstellen, dit is mijn vrouw Edith, die kent u geloof ik. Meneer en mevrouw Van Daan, de heer Dussel. Dat zijn mijn dochters, dat is Anne, dat is Margot, dat is Peter Van Daan. U ziet meneer Dussel, ik laat u hier in goede handen achter. Oh, wacht, de jas van Henk. Ik weet werkelijk niet hoe ik u moet bedanken, meneer Kraler. Meneer Kraler en Miep zijn onze beschermengelen. Als zij er niet waren... Alsjeblieft, we doen wat we kunnen. Gewoon omdat we de P en de moffen hebben. Rotmoffen, blijf met je rotpoten van onze rotjoden af. Let u maar niet op meneer Frank. Morgen kom ik terug om te kijken of ze een beetje aardig voor u zijn geweest. Blijft u vanavond maar boven. Peter doet de deur al achter me dicht, hè Peter? Ja, meneer. Nee, Peter. Dat doe ik liever zelf. Ja, tot morgen. Goedenavond. Dag, meneer Kralen. Dag, meneer Kralen. Dag, meneer Kralen. Gaat het toch zitten, meneer Dussel? Dank u. Of een droom, werkelijk. Ik kan mijn ogen niet geloven. Otto Frank hier. Dus u bent helemaal niet in Zwitserland. Ja, dat had ik namelijk gehoord. Iemand was in uw huis geweest. De deur stond open. Alles was zo achtergelaten. De ontbijtboel nog op tafel. En in de prullenmand had ze een stukje papier gevonden met een of ander adres erop. In Zürich, meen ik. Ze was er vast van overtuigd dat u naar Zwitserland gevlucht was. Dat was ook de bedoeling dat ze dat zouden denken. Mijn vader had het er expres in gegooid. Dus u bent al die tijd hier geweest? Al die tijd. Al vanaf juli. Oh, het is gelukt, Pim, met dat adres. Meneer Dussel zegt dat ze denken dat we naar Zwitserland zijn gevlucht. Mooi zo. Dan moeten we nu drinken op de komst van meneer Dussel. Alsjeblieft. Meneer Dussel, wij zijn... Meneer Dussel, we zijn zeer vereerd u in ons midden welkom te mogen heten. Meneer Dussel. Dat smaakt. Meneer Kralen heeft u zeker wel gezegd dat u hier erg weinig te eten zult krijgen. U kunt wel nagaan. 3 bonkaarten voor 7 personen. Met u erbij worden dat er 8. Meneer Van Daan. U hebt toch blijkbaar geen idee van wat er daar buiten aan de hand is. Anders zou u zoiets niet zeggen. U beseft niet wat er gaande is. Dagelijks verdwijnen 100 Joden in Amsterdam. Ze zetten een straat af en doorzoeken huis voor huis. Kinderen komen uit school thuis en vinden hun ouders niet meer. 100 worden gedeporteerd. Mensen die ik ken, die u kent. De Hallensteins, de Wessels. Nee, nee. Ze kregen een oproep thuis. Zo en zo laat aan de Hollandse Schouwburg. Niet meer bagage dan er in een rugzak kan. Wie zich niet aanmeldt, wordt van huis gehaald en regelrecht op transport gezet naar Mauthausen. Nou, dan weet u het wel. We wisten niet dat het zoveel erger geworden was. Ik had het misschien beter niet kunnen vertellen. Neemt u me niet kwalijk. Kent u de Waals? Jopie de Waal, weet u hoe het met ze is? En Lies, Lies Gozens, die woonde vlak bij ons. Ja, die zijn weg. Weg? Opgehaald. Een hele groep tegelijk. Lies? Oh nee. Oh nee. En onze buren, de Wagners,
spreekt u. We kunnen hier beter even mee wachten. We hebben natuurlijk allemaal vragen, maar meneer Dussel wil vast wel het een en ander uitpakken en regelen voordat we aan tafel gaan. Heel graag, ja. Ik heb maar heel weinig meegenomen. We kunnen u helaas geen aparte kamer geven. Ik hoop dat u zich een beetje kunt schikken. Er zijn bepaalde regels waar wij ons aan te houden hebben. Daarom hebben we een vaste dagindeling gemaakt. Maar dat vertellen we u wel na het eten. Anne? Wie zou lief zijn meneer Dussel naar zijn kamer te brengen? Gaat u mee, meneer Dussel? Neemt u me niet kwalijk. Ik heb u nog niet eens behoorlijk kunnen bedanken, maar het kwam allemaal een beetje plotseling. Je leven lang heb je je Hollander gevoeld. Mijn vader, mijn grootvader, allemaal hier geboren. En dan opeens... Slecht nieuws, hè. En wat anders dan meneer Kwaler ons vertelt. Volgens meneer Kwaler ging het juist beter. Ik hoor liever meneer Kwaler. Dit is het. U komt bij mij op de kamer. Weet je, ik ben niet gewend me naar anderen te moeten schikken. Ik ben altijd helemaal op mezelf geweest. Je zult een beetje geduld met me moeten hebben. Maar het zal wel lukken. Geeft u die maar aan mij. Nee, woont u helemaal alleen? Hebt u geen familie? Nee. Niemand. Wat vreselijk. Voelt u zich dan niet verschrikkelijk eenzaam? Ik ben eraan gewend. Ik geloof dat ik daar nooit aan zou kunnen wennen. Ook geen dieren, een hond of een kat. Ik ben allergisch voor pelsdieren vanwege mijn astma. Oh jee, Peter heeft een kat. Wat? Hier in huis? Ja. Nee toch? Ja, maar we zien hem maar nooit. Hij houdt hem altijd op zijn kamer. Ach, u zult er wel niet zo'n last van hebben. Laten we het hopen. Ja. Dit is Margot's bed. Daar mag u slapen. En ik slaap daar op de divan. Ja, en hier? En hier kunt u uw spulletjes kwijt. Als je hier naar buiten kon kijken, dan zou het best een fijn kamertje zijn. Maar we hebben alle ruiten dichtgekalkt. Alleen boven, het zolderraam. Daar kun je nog naar buiten kijken. En weet u dat er achter in de tuin een hele grote kastanjeboom staat? Wel 100 jaar oud, vertelde Miet me. En ze zei me als je buiten... vader zei iets over een dagindeling. Oh ja. Nou, dat gaat vooral om de uren dat we heel stil moeten zijn. Schoenen uit, geen water, geen wc. Maar als u nu wilt, dan kunt u gaan plassen. Nee, dank je. Ja, u vindt dat natuurlijk een beetje gek dat ik dat zomaar zeg. Maar u weet niet hoe belangrijk dat kan zijn. Vooral als je bang bent. Oh ja, Margot en ik die deden ook altijd zo met de kamer. Zij had hem 's middags om te leren. We krijgen les, ziet u. En ik had hem altijd 's morgens. Vindt u dat ook goed? 'S morgens ben ik niet op mijn best. Nou, dan neemt u hem gewoon 's morgens. Dan neem ik hem wel de middag. Ja, maar als jij hier bent, waar moet ik dan naartoe? Waar blijf ik dan? Bij al die mensen, hè? Ja. Juist. En om 7:30 eten we. Oh, dan zou ik graag voor die tijd nog even gaan liggen. Dat bevordert de spijsvertering. Natuurlijk. Ja, ik hoop niet dat u me erg lastig zult vinden. Hoe het komt, dat weet ik niet. Maar af en toe lig ik met iedereen overhoop hier. Oh, ik kan uitstekend met kinderen omgaan. Mijn patiënten komen ook altijd met hun kinderen bij me, omdat ze weten dat ik goed met ze overweg kan. Dus maak je daarover geen zorgen. Oh, dank u wel. Dinsdag 20 oktober 1942. Gisteren heb ik De Stormers uitgelezen. Het is wel leuk, maar het haalt het niet bij Joop ter Heul. Ik vind overigens dat Sissy van Marksveld knal schrijft. Ik zal haar boeken beslist ook aan mijn kinderen laten lezen.
Dussel, de grote kindervriend, ontpopt zich als de meest ouderwetse opvoeder die ellenlange preken houdt. Als ik van hem net de wind van voren heb gekregen, doet moeder het nog eens dunnetjes over en krijg ik dus de wind van achteren. Als ik dan heel erg bof, roept mijn vrouw me 5 minuten later ter verantwoording en komt de wind van boven afgeblazen. Niets, maar dan ook niets laten ze goed aan me. Sommige mensen schijnen het een bijzonder genoegen te vinden niet alleen hun eigen kinderen, maar ook nog de kinderen van hun kennissen op te voeden. Mevrouw Van Daans gezeur is niet om aan te horen. Je zou zin hebben haar in een emmer koud water op de vliering te zetten. Haar geflirt met vader kan ik helemaal niet hebben. Gelukkig vindt Pim haar niet mooi en ook niet leuk. Arme Peter. Ik wou maar dat hij een meisje was in plaats van een jongen. Dan had ik iemand om mee te praten. Dat gaat toch zo niet met dat kind, mevrouw Frank. Zet me daar een keel op. Als iemand buiten het hoort, zijn we er allemaal bij. Annelijn, Annelijn toch. De hele nacht ligt ze met haar woelen en te draaien. Ik doe gewoon geen oog dicht. Om de havenklap heb ik haar gezegd dat ze de mond moest houden. Dan krijgen we nog nachtmerries ook. Je bent bij ons, zie je wel. En er is niets gebeurd. Er is niets om bang voor te zijn. Gaat het toch weer in bed, meneer Dussel? Het is er weer over, hè, Anne? Ik zou zo bij zijn naar de wc te gaan. De enige plek waar een mens rust heeft hier in huis. Wat is er? Wat is er gebeurd? Nachtmerrie. Ze heeft een nachtmerrie gehad. Ik dacht dat ze vermoord werd. Jammer genoeg niet. Ik zou maar weer naar bed gaan als ik jou was, Peter. Wil je een beetje water? Was het een erg nare droom? Vertel het me maar, dat helpt. Ik wil er liever niet over praten. Arme schat van me. Probeer maar weer te slapen. Ik blijf bij je. Vlak bij je tot je slaapt. Dat hoeft niet. Oh, maar ik wil het graag. Ik wil echt graag bij je blijven. Ik heb het liever niet. Wel te rusten. Alles is niet toch weer goed zo? Wil je echt niets hebben? Wil je vragen of vader komt? Natuurlijk, schat. Ze vraagt naar jou. Dit. Dit geeft niet. Goddank dat ze nog naar jou vraagt. Dat er tenminste een is die haar troost kan. Ga naar toe, Otto. Ze trilt van angst. Ga nou. Ik wil niets van me weten. Ze draaide haar hoofd af toen ik haar een zoen wou geven. Dat gaat weer over. Je weet toch wat vader zei? Dat hebben de meeste meisjes van die leeftijd. Opeens is hun vader alles voor ze. Maar jij bent nooit zo geweest. Jij hebt me nooit zo buitengesloten. Daar komt ze heus weer overheen.
Oh, Pim. Hoe droomde dat ze ons kwam halen? Allemaal kreunen. Ze trapte de deur in en toen pakte ze me beet en sleurde ze me zo mijn eethuis uit. Net als bij Lies. Ja, slik dit eens. Wat is dat? Een pilletje, daar word je rustig van. Zal ik je wat voorlezen? Alleen maar bij me blijven. Ging ik erg tekeer, ik schreeuwde heel hard, hè? Denk je dat ze het buiten gehoord hebben? Nee. Ga maar liggen. Probeer maar wat te slapen. Oh, ik ben zo'n lafaard. Ik ben ook zo woedend op mezelf. Weet je, dan zeg ik, nou ben je nooit meer bang. Nou voel je je volwassen. En dan gebeurt er weer iets. En dan ren ik naar jou toe als een klein kind. Oh, Pim, ik hou van je. Ik hou alleen van jou. Anne. Maar het is echt zo. Ik heb er lang over nagedacht en jij bent de enige van wie ik hou. Ja, dat is natuurlijk heel fijn om te horen. Ik zou het alleen veel fijner vinden als je zei dat je ook van moeder hield. Ze heeft het zo nodig dat je een beetje van haar houdt, dat je er wat helpt. We hebben elkaar niets te zeggen, ze begrijpt me niet. Als ik haar probeer uit te leggen wat ik denk of hoe ik me voel, dan vraagt ze me alleen of ik wel geregeld naar de wc ga. Je hebt haar net veel verdriet gedaan, ze huilde. Ik kan er niets aan doen, ik heb haar alleen de waarheid verteld. Ik wilde ook niet dat ze bij me bleef. Het was gemeen van me. Het was echt gemeen, hè? Weet je, Pim? Soms dan zie ik mezelf door de ogen van een ander. Hoe vreed het is wat ik doe. Maar toch doe ik het. Wat is dat toch met mij? Vertel jij het me dan. Zeg het me dan. Niet dat het wel weer overgaat. Help me alsjeblieft. Ouders kunnen maar heel weinig doen om hun kinderen te helpen. We kunnen alleen maar aangeven hoe het moet. Het goede voorbeeld laten zien. Het meeste moet je zelf doen. Je moet denken en handelen zoals je zelf denkt dat het goed is. Dat probeer ik ook, hoor. Echt. Iedere avond, dan denk ik aan alles wat ik overdag heb fout gedaan. Bijvoorbeeld dat ik die natte dweil in meneer Dussels bed had gelegd. Ja, of zoals nu met moeder. En dan zeg ik ook tegen mezelf, weer verkeerd gedaan. En dan neem ik me vast voor om het nooit meer te doen. Ach, maar natuurlijk doe ik daarna weer iets, vaak nog veel erger. Maar niet diezelfde fout, dat niet. Je kunt je ook niet voorstellen hoe vaak ik al niet geprobeerd heb om die Anne, die maar de helft is van alles wat Anne heet, om die weg te duwen en lam te slaan, te verbergen. Weet je, ik zoek ook aldoor naar een middel om zo te worden als ik zo graag had willen zijn. En als ik ook wel had kunnen zijn, hoor. Als er maar geen andere mensen in de wereld zouden wonen. Maandag 9 november 1942. Fantastisch nieuws. De geallieerden zijn in Afrika geland. Dat is het begin van het einde, zeiden ze allemaal. Maar Churchill, die in Engeland zeker dezelfde uitroepen had gehoord, zei: ik zeg veel eer dat het het einde van het begin beduidt. Reden tot optimisme is er toch wel. Stalingrad, de Russische stad die ze nu al 3 maanden verdedigen, is nog steeds niet aan de Duitsers prijsgegeven. Pim vroeg ons voor de grap wat we het eerst zouden doen als we weer naar buiten mogen. Mevrouw Van Daan wil het liefst dadelijk taartjes gaan eten en in haar eigen huis zitten tussen al haar eigen spulletjes. Haar petit point stoeltjes
en de Bechstein die ze van haar vader heeft gekregen. Het beste van het beste. Meneer Dussel verlangt erna om weer kiezen te boren. Hij is bang dat hij het verleert. Peter wil naar de stad en in de bioscoop. En ik? Ik zou van zaligheid niet weten wat te beginnen. Fietsen en winkels in. Van top tot teen nieuwe kleren hebben. Uren lang uit liggen in een boordevol heet bad. Weer op school zijn met al mijn vrienden en vriendinnen. En lachen. Lachen tot ik er buikpijn van krijg. Geloofd zijt gij, eeuwige onze God, koning der wereld, die ons door uw geboden geheiligd en ons bevolen hebt, het licht ter ere van het inwijdingsfeest te ontsteken. Amen. Geloofd zijt gij, eeuwige onze God, koning der wereld, die voor onze voorouders wonderen hebt verricht, in vroegere dagen op dit tijdstip. Amen. Geloofd zijt gij, eeuwige onze God, koning der wereld, die ons hebt doen leven en ons hebt doen voortbestaan. En ons dit tijdstip het doen bereiken. Amen. Deze lichten ontsteken wij wegens de wonderen en de reddingen en de wonderdaden die gij voor onze voorouders hebt gedaan, 2000 jaar geleden, door middel van de heldhaftige Maccabeërs. Zij streden tegen de lauwheid, tegen de tirannie en tegen de onderdrukking. En ze hebben onze tempel voor ons in ere hersteld. Mogen deze lichten ons eraan herinneren dat wij moeten opzien tot van wie alle hulp komt. O mijn. O mijn. Ik draag mijn ogen naar de bergen. Van waar zal komen dan mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer zelf. Maker van hemel en aarde. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder gaat niet slapen. Zie, niet zal sluimeren of slapen die Israël behoedt. De Heer is uw bewaker. De Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. In de dag zal de zon u niet slaan, niet de maan in de nacht. De Heer behoedt u tegen elk kwaad. Hij behoedt uw ziel. De Heer behoedt uw weggaan en uw thuiskomen. Nu en altijd. O mijn. O mijn. O mijn. Dat was heel aangrijpend. Het is nog niet afgelopen. Ga zitten, ga zitten. We krijgen nog een heleboel. We moeten nog zingen en nog cadeautjes uitdelen. Cadeautjes? Dit jaar jammer genoeg niet. Maar het hoort er wel bij. Iedereen geeft iedereen een cadeautje met Chanukka. Oh, zoiets als Sinterklaas. Dat is heel wat anders. Wat ben ik voor een jood dat u niet weet wat Chanukka is? Het mooiste van Chanukka vind ik altijd de kaarsen. Eerst één zoals vanavond. De tweede avond wordt er 2 kaarsen aangestoken, de volgende 3. En zo door tot er 8 kaarsen branden. En het is zo'n prachtig gezicht als ze alle 8 branden. En de latkes, praat me dan niet van de latkes. Latkes? Aardappelkoekjes. Als u de beste wilt proeven, moet u bij mij wezen. Afgesproken, mevrouw Vandaan. Volgend jaar bij u thuis. Of dat is waar zou zijn. Oh mijn. Ik vond de cadeautjes altijd het mooist. Al dagen van tevoren droomde je over wat je krijgen zou. Dat we hier zijn en leven, dat is voor mij cadeau genoeg. Niks hoor, jullie krijgen toch wat. Wat dan? Cadeautjes. Cadeautjes. Lechaim. Lechaim. Ta-da-da-ta-da-da. Kijk nou eens. Wat heeft een open hoofd? Een lampenkap. O jee, alles ligt door elkaar. Hier, dit is van Margot. Moet je hardop voorlezen. Nooit kwaad of driftig wordt, Margot. Dat blijft denk ik ook altijd zo. Verlies dus ook niet je geduld als je je kruiswoorden invult. Wat is het? Een kruiswoordraadselboek. Waar heb je dat vandaan? Ja, het is niet nieuw. Je hebt het al eens gedaan, maar ik heb alles uitgegumpt. Over een poos
vakantie, dan weet je toch niet meer. En dan kun je het nog eens doen. Oh, geweldig, Anne, dank je wel. Je zou ze meren dat het nieuw was. Mevrouw Vandaan. Jongens. Van mij. Oh, maar wat vind ik dat nou afschuwelijk. Ik heb niks voor niemand. Ja, ik had ook niet gedacht het dat we nog... Het is helemaal Anne's idee. Wat is het? Shampoo. Oh. Ik heb allemaal zeepresjes bewaard en daar het laatste beetje van mode cologne door gedaan. Oh, kind, wat vind ik dat lief van je. Ja, ik had voor iedereen een gedicht willen maken, maar daar had ik geen tijd voor. Oh, voor u, meneer Vandaan. Voor u heb ik iets dat u het allerliefste heeft. Kijk eens. Sigaretten. Sigaretten? Twee. Pim vond nog wat tabak in de voering van zijn jassa. En daar hebben we deze van gedraaid. Oh. Nou, Pim heeft het gedaan. Laat kijken, Poetie. Wat zeg je me daar? Oh. Steek er eens in. Ja. Het is hele goede tabak, hoor. Zit misschien een klein beetje stof in. Maar niet veel. Hij doet het. Huh? Oh, toch. Moet je dat zien? Dank je wel, Anne. Dank je. Dit is voor mama. Voor je, Chanukka. Kom. Nou. Deze waardebon geeft jou 10 uur het recht mij alles te laten doen wat je zegt. Getekend Anne Frank. Oh, dank je wel, Anne. 10 uur alles doen wat je gezegd wordt? Alles? Alles. Mevrouw Frank, zou u dat niet aan mij willen verkopen? Oh, ik denk er niet over. Het is het mooiste cadeau dat ik ooit gehad heb. En dit is voor Pim. Anne, we hadden afgesproken dat je mij niks zou geven. Het is een das voor als je het koud hebt. Ik heb hem zelf gebruikt van allerlei restjes wol die ik nog kon vinden. S'avonds in het donker in bed. In het donker ziet hij er ook wel iets mooier uit. Oh, Anne, ik vind hem prachtig. En hij zit heerlijk. Ja. Dankjewel, Annelijn. Dankjewel, lieve. Voor Moesje. Heel bedankt. Namens Moesje dan maar. Maar dit is voor jou. Van juffrouw Snaterbek. Kwek, kwek, kwek. Nou, maar kopen. Fruit, maar kopen. Ik durf niet goed. Er zit vast zo'n knalding in. Helemaal niet. Dit is heel iets anders. Laat eens kijken, Peter. Wat is het? Het is een scheerapparaat. Een wat? Een scheerapparaat. Doe maar, dat maak je niet even van een paar oude restjes. Miep heeft het voor me kunnen krijgen. Het is niet nieuw, hoor. Het is tweedehands. Maar je bent er echt aan toe. Waarvoor dan wel? Kijk eens op zijn bovenlip. Hij krijgt een snorretje. Oh, heeft hij daar een scheerapparaat voor nodig? Beetje melk erop in de kap ligt dat wel af. Zeker de leukste thuis, hè? Kijk, hij kan geen moment wachten. Hij moet het meteen proberen. Ik ga Moesje zijn cadeautje brengen. Moesje, 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 Moesje. Voor mijn kamergenoot Lest Best. Wat? Voor mij? Heb je voor mij ook wat? Zelf gemaakt. Capsules. Twee capsules. Hè? Oordopjes. Oordopjes? Ja, om in uw oren te doen. Dan hoort u me niet als ik 's nachts lig te woelen. Ze zijn niet echt, hoor. Ik zag ze in een tijdschriftadvertentie. Ik heb ze zelf gemaakt van watten in kaarsvet. En probeert u het eens kijken of het helpt, of u me dan nog horen kunt. Ja, wacht even, hoor. Dat is er allebei in. Zo. Klaar? Klaar? Hé? Lieve hemel, ik krijg ze er niet meer uit. Nee. Ik ben er binnen geschoten. Nee. Ik ben even gaan hoeken. Wat heeft ze dat enig bedacht? Begrijp niet waar het allemaal vandaan is. Ik ben zo cadeau. En nu gaan we zingen, hè? U kent helemaal geen Chanukka liedjes, hè, meneer Dussel? Ons Chanukka lied is het allermooiste. Ik geloof dat we vanavond niet moeten zingen, Anne. Chanukka is een blijfeest dat mensen het uitzingen van de vrolijkheid. Nou. Het zou wel eens te veel van het goede kunnen zijn. Ah, toe, Pim, laten we nou zingen. We beloven dat we het heel zachtjes zullen doen. Ja, maar nou, echt zachtjes, dat moet je me echt... Nee, weg met dat mensen. Nee, wat moet dat? Ben je helemaal gek geworden? Donder op met die kat. Wat voor kat? Hoor je niet wat ik zeg? Kamer uit. Ik heb helemaal geen kat. Dat hoeft helemaal niet eens de kat. We zijn nu
heeft op. Het is voldoende wat hij in zijn kleren heeft als hij bij dat beest vandaan komt. Zit niet ongerust, u zult er geen last meer van hebben. Die kat gaat het huis uit. Nou, het zal tijd worden. Niet voor u hoor, dat is alleen maar inbeelding, anders niet. Ik doe het omdat ik het zat ben dat dat beest al ons eten opvreet. Dat is niet waar. Ik geef hem alleen maar wat botjes en velletjes. Ja, ja, vertel mij wat. Elke dag wordt hij vetter. Die rotkat ziet er beter uit dan een van ons. Hij gaat het huis uit nu meteen. Nee, nee! Dat kunt u niet doen, meneer Vandaan. Het is Peter zijn kat. Hij is dol op hem. Hij eruit, ik eruit. Ga gerust. Jij gaat niet en die kat gaat niet. Doe nou. Het is toch zeker Chanukka? Dan hoor je feesten vieren. Wat bezielt jullie allemaal? Kom vooruit, Anne, zingen. Ja. Je mea Chanukka, Chanukka, Mektashenu, Kilet Simcha, Memarim, Et Libenu. Laten we eerst even de kaars uitblazen. Ach. Dan hebben we nog iets voor morgenavond ook. Ja, maar hij hoort uit zichzelf op te branden. Kaarsen zijn schaars. Daar heeft God vast wel begrip voor. Geloofd zijt gij, o God, onze Heer, dat u ons heeft doen voortbestaan en het ons heeft vergund het blijde feest te vieren. Van de Heer zelf, maker van hemel en aarde. En zo. Het was een inbreker. Die klap heeft hem kennelijk op de vlucht gejaagd. Goddank. Hij heeft het geldkistje meegenomen en de kleine schrijfmachine. Hij had zo'n haast om weg te komen dat hij de buitendeur wijd open had laten staan. Vooruit, Margot. Doe die andere lamp weer aan. Ik kan het echt geen kwaad. Nee, het gevaar is voorbij. Kom, Anne. Je hoeft niet bang meer te zijn. Alles is weer in orde. Wie zegt dat? Beseft u dan niet dat er nu pas echt tegen gevaar is, hè? Zou u willen zwijgen, meneer Dussel? Door die onhandige idioot, daar weet niemand nu dat we hier zijn. Iemand weet dat wij hier ondergedoken zitten. Goed. Dan weet hij dat.
Maar wie is die iemand? Een dief, een inbreker. Denkt u naar huis dat een dief het in zijn kop zal halen om naar de groene politie te gaan? En te zeggen, ik was laatst aan het inbreken. En toen merkte ik dat er mensen waren. Wat denkt u nou dat zo'n dief me sjokken heeft? Dat denk ik, ja. U bent gek. Op een goede dag wordt hij gepakt. En wat doet hij? Hij probeert het met de groene op een akkoordje te gooien. Als ze hem niks maken, zal hij ze wel een plek aanwijzen waar ze een stelletje ondergedoken joden kunnen vinden. Hij heeft gelijk. Laten we dan weggaan. We kunnen hier nu niet meer blijven. Laten we weggaan. Weggaan? Waarheen dan wel? Ja, waarheen? Nou, vooruit nou. Zijn we nou opeens al ons vertrouwen kwijt? Al onze moed? Net dachten we dat ze ons kwamen halen. Dit is het einde, we tegen onszelf gezegd. Het was het einde niet. We leven. We zijn veilig. Vooruit, zingen, het Chanukka-lied. Yemeha Chanukka, Chanukka, Mikdashenu, Gil v'simcha me'malim et libenu. Laila bayom svivoneinu yisom Sukhariyot nochal bamlarot Chairu adliku Nerot chanukka rabim Al hanisim ve'al haniflaot Ashachalelu ha'makabim Al hanisim ve'al haniflaot Zaterdag 1 januari 1944. We zijn hier nu 1 jaar, 5 maanden en 25 dagen. Ik kan me helemaal niet voorstellen dat de wereld voor ons ooit weer eens gewoon wordt. Ik spreek wel over na de oorlog, maar dan is dat alsof ik over een luchtkasteeltje spreek. Iets dat nooit werkelijkheid kan worden. Ik zie ons achter, samen met het achterhuis, alsof wij een stukje blauwe hemel waren. Omringd door zware, zwarte regenwolken. Het ronde, afgebakende plekje waarop wij staan is nog veilig. Maar de wolken rukken steeds dichter op ons toe. En de ring, die ons van het naderende gevaar scheidt, wordt steeds nauwer toegehaald. We zijn nu al zo ver door gevaar en donker te omgeven, dat wij van vertwijfeling tegen elkaar aanbotsen. We zijn allemaal een beetje magerder geworden. De discussies, dit woord wordt hier in plaats van ruzies gebruikt, van de vandaan zijn heviger dan ooit. Moeder begrijpt me nog steeds niet. Maar er is toch een grote verandering gekomen. Een verandering in mezelf. Ik ben, daar ik hier al kort na mijn 13e jaar gekomen ben, vroeger dan andere meisjes begonnen met over mezelf na te denken. En te weten dat ik een mens op zichzelf ben. Ik vind het zo wonderlijk wat er met me gebeurt. En niet alleen dat wat aan de uiterlijke kant van mijn lichaam te zien is, maar dat wat zich daarbinnen voltrekt. Telkens weer als ik ongesteld ben, en dat is nog maar 3 keer gebeurd, heb ik het gevoel dat ik, ondanks alle pijn en narigheid, een geheim met me meedraag. Juist omdat ik over mezelf en over al deze dingen nooit met iemand spreek, spreek ik met mezelf erover. Gelukkig nieuwjaar. We wilden jullie even gelukkig nieuwjaar wensen. Oh. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Dat had u niet mogen doen. Je hebt toch altijd een dag voor uzelf. Wat zalig dat jullie er zijn. Gelukkig nieuwjaar. Oh, lekker. Je ruikt de wind en de kou in je mantel. Alsjeblieft. Voor mij? Oh,
Hoe is het met je, Margot? Al een beetje beter? Oh, ja hoor, het gaat wel. Kijk, we hebben haar volgestopt met allerlei pillen en drankjes tot ze geen kick meer geven kon. Dag, Mip. Oh, gelukkig nieuwjaar. Oh, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. En meneer Kralen. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. En dat het ons maar de vrede mag brengen. Heb je nog naar Moesje uitgekeken? Heeft niemand hem gezien? Nee, niemand. Ja, ik heb iedereen in de buurt gevraagd of ze nergens een rode kat hadden gezien, maar niks, niemand. Kijk eens wat Miep voor ons heeft meegebracht. Taart. Een taart? Ik pak de bordjes wel. Oh, Miep. Dat had je niet mogen doen. Dat heeft al je suikerbonnen gekost. Oh, kijk toch eens. Wat een pracht van een taart. Ik heb in Geneve een taart gezien. De laatste keer was verleden jaar. Weet je nog? Weet je nog, Miep? Ook op nieuwjaarsdag. Zal ik nooit vergeten. Vrede 1943 had je erop geschreven. Vrede 1944. Ja, eens moet het er toch van komen. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Hier is een mes, liefje. Gelukkig nieuwjaar. In schreks. Kijken, met hoeveel zijn we, meneer Kraler? Nee, dank u. Miep? Nee, voor mij niet. En toen dan weet je hem ook een stukje. Nee, echt niet. Echt. Mooi, dat zijn er dan 2, 3, 7, 8. We zijn nog altijd met z'n achter. Ik heb mijn gootje niet meegerekend, ik dacht dat mijn gootje niets hebben wilde. Ik zou niet weten waarom niet. Ik denk niet dat het kwaad kan. Goed, ik wilde alleen niet dat ze opnieuw ging hoesten, daarom. En ik zou graag willen dat mevrouw Frank de tijd verdeelde. Wat maakt dat nou voor verschil? Die taart is toch niet alleen voor mevrouw Frank, is het wel, Miep? Die taart is toch voor ons allemaal? Mevrouw Frank kan beter delen. Wat wilt u daarmee zeggen? Niet zeuren, snijden. Geef het niet altijd iedereen evenveel. Wou u soms zeggen van niet? Doe, Kerlie. Nee, dan zal ik antwoord hebben ook. Geef ik iedereen zijn deel of niet? Zeker. Ja. We krijgen allemaal evenveel. Alleen uw man krijgt altijd een beetje meer. U liegt. Iedereen krijgt hier altijd hetzelfde. Vandaan. Je ziet het niet, om een klein stukje taart vliegen bij elkaar al in de haren. Mevrouw Frank, alsjeblieft gaat uw gang. Dank. Wil je echt geen stukje, Miep? Nee, echt niet. Ik moet zo weer weg. Misschien is Moesje teruggegaan naar ons huis. Ze zeggen wel eens dat katten... Ga je die kant wel eens op? Denk je dan ja, dat je... Ja, dat wil ik best. Zo gauw ik een ogenblikje tijd heb, dan zal ik er eens langs gaan. Maar ja, ik ben bang, hij is al meer dan een week weg. Ach, je weet wel net zo goed als ik dat de een of andere lange lekker boutje aan het beest gehad heeft. Dank u. Nee! Hij is echt heerlijk, Miep. Verrukkelijk. Die hem die boft maar dat hij een vrouw krijgt die zo kan bakken. Vliegen. Henk en ik gaan vanavond naar een vuifje. Wat zalig. Ja. Goed onthouden wat iedereen aan had, hoor, en wat je gegeten hebt. Morgen dan moet je me alles vertellen. Ik zal jou een volledig verslag uitbrengen. Dag allemaal. Dag, Miep. Ik wil je nog wat vragen. Woody, wat wil je? Waar ga je heen? Woody, wat ga je doen? Vader wilde bontjas verkopen en ze is nou eenmaal gek met dat ding. Hoe is het godsmogelijk dat iemand zich vandaag de dag nog druk kan maken over een bontjas? Dat gaat u geen blik! Nee! Je hebt het hart niet! Laat los! Discussie of we de bontjes wel of niet zouden verkopen. Ik heb al 100 keer gezegd dat het erg egoïstisch van er is om dat ding hier te houden.
terwijl er buiten mensen omkomen van de kou. Hier, Miep, zou je hem voor ons willen verkopen? Hij moet nog behoorlijk wat opbrengen. En kijk of je sigaretten mee kan brengen. Maakt niet uit wat voor merk. Neem maar mee zoveel je krijgen kan. Het is ontzettend moeilijk om aan sigaretten te komen, meneer Vandaan. Maar ik zal zien. Dag allemaal. Dag, Miep. Dag, Miep. Dag, Miep. Dag, Miep. Dag, Miep. Wilt u echt geen stukje taart, meneer Kraler? Weet u het zeker? Ik durf niet. Voelt u zich nog steeds niet goed, meneer Kraler? Wat zegt de dokter? Ik ben nog steeds niet bij een dokter geweest. Maar meneer Kraler... Ach, ik heb het wel geprobeerd, maar je krijgt tegenwoordig geen dokter meer te pakken. Ze hebben het allemaal veel te druk. Ik ben weken bezig geweest er een aan de telefoon te krijgen. Ik zei dat ik me niet goed voelde dat ik een afspraak met hem wilde maken. Weet u wat hij tegen me zei aan de telefoon? Steek uw tong eens uit. Ach, ik heb hier wat papieren. Kunnen we die misschien even doornemen? Ja, misschien dat we beter even naar beneden. Mag wel even, hè? Ik zal hem niet lang ophouden. Wat is er gebeurd? Er is iets gebeurd, hè, meneer Kraler? Wel, nee. Ik wil alleen maar even iets met je vader overleggen. Er is iets. Ik weet het zeker. Als er iets is wat ons allemaal betreft, is beter dat iedereen het hoort. Ja, maar de kinderen... De werkelijkheid is niet zo erg als wat ze zich in hun hoofd kunnen halen. Het gaat om die man van het magazijn. Karel. Ik weet niet of u hem zich kunt herinneren. Een jaar of 50, een kleine gedrongen man met een bril op. Hij kwam vlak voordat u wegging. Die uit Utrecht? Die, ja. Een paar weken geleden, toen ik even in het magazijn was, doet hij de deur dicht en komt naar me toe. Hoe gaat het met meneer Frank, vroeg hij, wat krijgt u voor bericht? Ik zei dat ik van horen zeggen had dat u naar Zwitserland was. Ja, dat gerucht had hij ook gehoord. Maar hij had gedacht dat ik misschien wel wat meer zou weten. Nou ja, ik heb er verder geen aandacht aan geschonken. Maar gisteren komt u bij SBR aanzetten. Hij kwam het kantoor binnen met een stapeltje facturen die ik moest tekenen. Onder het doorlezen kijk ik even op. En ik zie dat hij naar de boekenkast staat te staren. De kast die de ingang verbergt. Hij zegt, was daar geen deur? Was daar geen deur naar zolder, zegt hij. En pal erop vraagt hij om opslag. Hij wil 20 gulden in de week meer hebben. Chantage. 20 gulden is vrij bescheiden voor chantage. Dit is alleen nog maar het begin. Weet u wat ik denk? Dat hij de man is die hier die avond heeft ingebroken. Die weet dat wij hier zitten. Hoe is het afgelopen? Wat heeft u tegen hem gezegd? Dat ik erover na moest denken. Wat moet ik doen? Moet ik hem het geld geven? Moet ik het risico nemen en hem ontslaan? Ik weet het werkelijk niet. Ja, ga hem in godsnaam niet ontslaan. Geef hem wat hij vraagt. Zolang hij hier werkt, kunnen we hem tenminste in de gaten houden. Kan je het veel doen wat hij vraagt? Wat verdienen ze op het ogenblik? Als hij voor de moffen zou werken, zou hij dat krijgen, maar hij werkt hier niet voor de moffen. Ja, begrijp me goed. Ik ben er niet zeker van dat hij iets weet. Het kan best zijn van niet. Bied hem de helft. Weten we snel genoeg of het chantage is of niet. Nou is het dat. Betalen moeten we toch, al vraagt ik weet niet wat. Dat zien we dan wel als het zover is. Ja, misschien verbeeld ik het me alleen maar. Je maakt tegenwoordig zoveel mee dat je op een punt komt waarop je niets of niemand meer vertrouwt. Daar betrap ik mezelf telkens weer op. Dat je alleen al door de manier hoe iemand iets zegt of hoe hij naar je kijkt, dat je er automatisch... Het is vandaag toch een vrije dag? Dat is mijn vrouw. Ja. Ik heb tegen haar gezegd dat ik op kantoor wat papieren moest doorkijken. Maar dat ze me hier bereiken kon als ze de kerk kwam. Goed, ik zal de helft bieden. Tot ziens. Laten we het beste er maar van hopen, hè? Allemaal aan die zoon van u te danken. Dat stomme gedoe met die lamp. Oh. Let op mijn woorden. Van nu af aan is het alleen nog maar een kwestie van tijd.
Soms denk ik dat er beter een einde aan kan komen. Wat het ook mocht zijn. Goh, dan wisten we tenminste waar we aan toe waren. Maar zo mag je niet praten, Margot. Je moest je schamen. Hebben we niet alle reden om dankbaar te zijn? Denken ze alle ellende in de wereld, de oorlog. Aan wat andere mensen moeten meemaken, dag in dag uit. Wat heeft dat voor zin? Waarom zul je dat doen als je zelf die ellende beleeft? Dat is stom. Anne! Wij zijn jong. Peter, Margot, ik. Jullie hebben al een heel leven achter de rug. Maar wat moeten wij? Als wij aan al die ellende in de wereld moeten denken, dan zijn we toch verloren? Wij moeten proberen ons ergens aan vast te houden. Juist nu alles wat je hoopt. Mooie verwachtingen, idealen, in elkaar donderen. Ja, maar nee, Anne. Wij mogen geen oordeel hebben, hè? Jullie zijn zo verschrikkelijk modern, maar een oordeel mogen wij niet hebben. Ja, je kunt nu zeggen dat ik mijn mond moet houden. Maar geen oordeel hebben, dat bestaat niet. Niemand kan een ander zijn oordeel verbieden. Al is die ander nog zo jong. Ze doen net of wij de oorlog zijn begonnen. En wij soms de oorlog begonnen. Ze heeft de taart laten staan. Dit heb je laten staan. Dank je. Dat was goed van je daarnet. Jij durft het ze tenminste te zeggen en precies zoals je het ze moet zeggen. Ik wou dat ik dat kon. Ik weet altijd al vooruit dat ik niet uit mijn woorden kan komen. En als ik kwaad ben, helemaal niet. Zoals daarnet, hè, die Dussel. Toen hij dat zei over Moesie, dat ze hem opgegeten hadden. Ik dacht alleen maar, ik sla voor zijn kop. Ik had hem zo'n opdonder willen geven, hè, dat hij... Dat deed ik op school ook altijd als ik ruzie had, omdat ik niet weet wat ik anders moet. Maar ja, hier in huis en dan zo'n oude kerel, dat kan je toch niet doen. Als je denkt dat ik het allemaal zo goed doe, dan heb je het mis. Ik doe alles verkeerd, ik zeg te veel, ga te ver. Zonder het te willen trap ik mensen op hun hart. Maar ik vind je geweldig, denk je. Ja, ik bedoel, als jij er niet was, dan zou het... Meen je dat echt, Peter? Anders zou ik het toch niet zeggen. Dank je. Goh, wat een hoop foto's heb jij, zeg. Wil je er een paar hebben? Ja, hier. Je kunt er gerust wat van krijgen voor je kamer. Juist omdat jij er altijd in eeuwig zit en niks, hè? Ja, wat moet ik anders? Zodra ze beginnen te zanen of te kiften, dan ben ik weg. Je boft maar dat je een eigen kamer hebt. De hooggeleerde dokter, die zit hier de hele dag. Ik ben dus nooit een minuutje alleen. Als ze tegen mij beginnen te zeuren, kan geen kant op. Zo krijg ik altijd de volle laag. Je hebt er net toch anders goed van je afgebeten? Ze maken me ook zo razend, hè? Waarom denken die ouderen altijd dat ze het moeilijker hebben dan wij? Overal hebben ze een mening over. Zij weten alles. Maar ze zien niet dat wij problemen hebben die nog nooit iemand van onze leeftijd heeft gehad. En elke keer als je denkt dat je een oplossing hebt gevonden en je houdt je er ook aan vast, dan gebeurt er weer iets en hup, weg, niets meer, dan kun je weer van vooraf aan beginnen. Je hebt tenminste iemand met wie je kan praten. Ach, nee, eigenlijk ook niet. Neem mijn moeder nou. Echt met haar gepraat, dat heb ik nog nooit. Ze begrijpt niets. Oh, mijn vader wel. Mijn vader is wel heel anders. Met hem kan je wel overal over praten. Maar behalve over moeder.
Hij weigert het beslist om met mij over moeder te praten. En hoe kun je iemand nou helemaal je vertrouwen geven als hij ook niet alles over zichzelf vertelt? Maar ik vind je vader een moordkerel. Ja, dat is die ook, dat is die zeker. Hij is de enige die me het gevoel geeft dat ik verstandig ben. Maar toch, niemand kan toch de plaats innemen van school. En van je vrienden en vriendinnen van je eigen leeftijd. Of zo ongeveer je eigen leeftijd. Zul je wel missen, hè? Al die vriendinnetjes en die vriendjes van je. Nee, het... Hoe vind je ons nou? Anderhalf jaar lang zien we elkaar ieder minuutje van de dag. En dit is de eerste keer dat we echt praten. Maakt wel verschil als je iemand hebt bij wie je je hart kunt uitstorten. Gewoon een beetje stoom afblazen. Nou, als je nog een keertje stoom wilt afblazen, dan kom je toch gewoon in mijn kamer. Weet wat je zegt, hoor. Soms dan sta ik op springen. Mijn best. Meen je dat echt? Anders zou ik het toch niet zeggen. Dinsdag 14 maart 1944. De mensen van wie Miep onze bonkaarten kreeg zijn opgepakt en meneer Kraler ligt in het ziekenhuis. Omdat de hele stemming mistroostig is, is het eten dat ook. Vanaf morgen hebben we geen brokje vet, boter of margarine meer. Op het front in Italië zijn de geallieerden een nieuw offensief begonnen. Vader gelooft dat de oorlog nog gauw voorbij is. Meneer Dussel verwacht elke dag dat de magazijnknecht meer geld zal vragen. Ja, leuk. Ach, je kijkt niet eens. Jawel, ik zeg toch dat het leuk staat. Maar go, zeg eens eerlijk, ben ik nou erg lelijk? Je vist. Nee, doe nou zeg eens. Nee, natuurlijk niet. Je hebt leuke ogen, je ziet er grappig uit. Nogal vaag, hè? Mag ik binnenkomen? Kom maar binnen, man. Meneer Dussel wordt een beetje ongeduldig. Ja, zeg, die man zit hier de godganselijke dag al. Anne, lieverd, je gaat vanavond toch niet weer naar Peter? Dat was inderdaad mijn bedoeling. Maar je bent vanmiddag al een hele tijd bij hem geweest. Ja, precies twee keer. Eén keer om het woordenboek te halen en drie kwartier voor het eten. En vraag je je niet af of hij het wel leuk vindt? Ik heb gelukkig nog wel enig intuïtie. Dan zou ik je toch in ieder geval willen vragen om de deur niet dicht te doen als je op zijn kamer bent. Je lijkt mevrouw Van Daan wel. Nee, ik bedoel toch helemaal niet te zeggen jullie iets verkeerds doen. Ik wil alleen niet dat ze weer iets te fitten hebben. Zodat mevrouw Van Daan weer met een of andere hatelijke opmerking aankomt. Daar komt ze toch wel mee. Ze doet nooit anders. Oh ja, iedereen is een beetje kriegel. We maken ons allemaal bezorgd over meneer Kraler. En als jij luister, moeder, ik ga naar Peter toe. En ik ben niet van plan om onze vriendschap te laten bederven op Petronella vandaan.
Anna, waarom praten jullie niet in de grote kamer? Het zal ons een hoop nadigheid besparen. Dacht je soms dat het leuk voor moeder was om al die opmerkingen van mevrouw Van Daan aan te moeten horen zonder dat ze iets terug kan zeggen? Nou, laat ze dan wel iets terugzeggen. Ik vind het belachelijk om het allemaal maar te slikken. Wat ken jij moeder toch slecht? Ze kan niets terugzeggen. Ze is niet zoals jij. Het is helemaal haar aard niet om tegen de dingen in te gaan. Dat zal wel. Maar de enige over wie ik eigenlijk echt in zit, dat ben jij. Ik voel me zo schuldig tegenover jou. Waarom? Iedere keer als ik naar Peter ga, dan heb ik het gevoel dat ik jou opzettelijk pijn doe. In jouw plaats, ik zou razend zijn en wanhopig van jaloezie. Ik ben het niet. Vind je het echt niet naar? Echt niet? Ben je ook niet jaloers? Hoor je wel. Jaloers wel. Omdat jij iets hebt waarop je je 's morgens als je wakker wordt kunt verheugen. Maar jaloers op jou om Peter, nee, dat niet. Ach, misschien is er wel niets om jaloers op te zijn. Misschien vindt hij me wel helemaal niet aardig. Het kan best zijn dat ik alleen maar de plaats als een kat heb ingenomen. En waarom kom je ook niet? Ik heb een boek. Ja, zou ik nou alsjeblieft in mijn kamer mogen? Nog één minuutje, lieve meneer Dussel. Nou, daar gaat hij dan. Maak je borst maar nat. Hartelijk dank. Moet je dat zien. Ik zou net zo goed geen zoon kunnen hebben, krijg hem toch niet meer te zien. Als ik me van kant zou maken, zou hij nog geen spier vertrekken. Een ogenblikje, Anne. Ik zou graag even een paar woorden tegen mijn zoon zeggen. Mag dat? Peter, ik wil niet dat je zo verschrikkelijk laat naar bed gaat. Je hebt je slaap hard nodig. Je bent nog in de groei, begrepen? Anne blijft niet lang. Klokslag 9 gaat ze naar bed, hè, Anne? Ja, moeder. Mogen we nu gaan? Vraag je dat aan mij? Ik wist niet dat ik daar iets over te zeggen had. Denk aan de torenklok, Anne. Ja! In mijn jeugd waren het de jongens die achter de meisjes aangingen. Ach, we weten hoe ze zijn op die leeftijd. Dan hebben ze elkaar allerlei geheimen te vertellen. En Peters kamer is de enige plaats waar ze kunnen praten. Praten? In mijn tijd heette dat anders. Ze behandelen ons alsof we nog in een bok staan. Trek je er niks van aan, dat doe ik ook niet. Ach... Misschien kun je ze ook wel niet kwalijk nemen. Zij denken nog altijd hoe ze zelf waren op onze leeftijd. Ze beseffen ook niet hoeveel verder wij al zijn. Dat als we zo lekker zitten te bomen, de dingen gewoon bij hun naam durven noemen. Oh god, dat ben ik helemaal vergeten. Ik had nog wat van die filmfoto's voor je mee willen nemen. Ik heb het toch al een heel stel. Nou, er kan nog best wat bij. En Miep heeft net nieuwe meegebracht. Mooi hoor. Nou, dat komt er nog wel eens. Oh, ik weet nog goed hoe ik aan die ben gekomen. Die heb ik gewonnen. Ik had met Jopie gewed dat ik wel 5 ijsjes achter elkaar op kon eten. Oh, we hadden de hele middag gepingpongd en een lol dat we hadden. En dan gingen we na afloop altijd een ijsje eten bij Delphi of bij Oase. Ja, bij alle anderen was het al voor Joden verboden, maar daar kon je nog lachen. En er kwam ook altijd jongens. Oh, ik zou willen dat ik dat nou nog eens mee kon maken, hè? Een paar dagjes maar, of een weekje. Ja, ik bedoel, daarna zou ik me toch al stierlijk vervelen. Ik ben nu heel anders, veel ernstiger. En ik weet wat ik wil, journalist te worden. Of zoiets. Ja, iemand die niet schrijft, hè, die weet ook niet hoe fijn het is om te schrijven. Wat ga jij doen? Weg, ergens naartoe, op een boerderij, werk of zoiets. In ieder geval een baantje waar je niet veel hersens voor nodig hebt. Ach, zo moet jij niet praten. Jij hebt een verschrikkelijk minderwaardigheidscomplex.
ben nou eenmaal niet erg pinten. Dat is helemaal niet waar. In een heleboel dingen ben je wel 100 keer beter dan ik. In meetkunde en in algebra. Ach, in algebra ben je wel 1000 keer beter dan ik. Jij vindt Margot aardig, hè? Jij vond haar direct al aardig, veel aardiger dan mij. Dat zou ik zo gauw niet weten, hoor. Oh, maar het geeft niet, hoor. Iedereen vindt Margot aardiger. Margot is ook lief en ontzettend knap en mooi. Nou, ik niet. Dat zeg jij. Dat is zo. Ik weet heus wel dat ik geen beauty ben. Dat ben ik nooit geweest, zal ik ook wel nooit worden ook. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik vind je wel knap. Niks hoor. Wat ik ook vind is dat je veranderd bent. Je bent heel anders dan in het begin. Echt? Ja, ik vond je rumoerig. Ja, ik weet niet precies wat. En nu? Wat vind je nu? Hoe ben ik dan veranderd? Veel rustiger. Ach, ik ben al lang blij dat je tenminste geen hekel aan me hebt. Dat heb ik nooit beweerd. Beter dat je me meteen vergeet als we hier uitkomen. Je bent gek. Je zegt tegen je vrienden, wat heb ik in hemelsnaam aan de juffrouw Snaterbek gevonden? Ik heb helemaal geen vrienden. Natuurlijk, iedereen heeft vrienden. Ik niet en ik wil ze niet hebben ook. Ik kan best zonder. Ook zonder mij? Schouw mezelf als je vriendin, weet je? Oh, maar als ze allemaal zoals jij waren, dan was het wat anders. Heb jij wel eens een meisje een zoen gegeven? Ja. 1 keer. Die foto hangt scheef. Was ze knap? Wat? Dat meisje wat je een zoen hebt gegeven. Oh, dat weet ik niet meer. Ik had een blinddoek voor. Op een partijtje. Het was zo'n zoenspelletje. Oh ja, maar dat kun je niet meetellen. Nee, ik vind het van niet, nee. Oh, ik ben 2 keer gezoend. 1 keer door een man, ik had hem nog nooit gezien. Ik was op het ijs gevallen en moest huilen. Hij raapte me op en zoende me op mijn wang. Ja, en die andere, dat was meneer Kralen. Hij kuste me zomaar op mijn hand. Maar dat kun je ook niet meetellen. Nee, ook niet, nee. Maar ik weet zeker, hè? Margot zou nooit iemand zoenen als ze niet echt verloofd was. En moeder heeft vast nooit een man aangeraakt voor ze Pim kende. Maar nu? Ach, ik weet niet. Alles is nu zo anders. Wat vind jij? Vind jij dat een meisje nooit iemand mag zoenen als ze niet echt verloofd is? Het is ook zo moeilijk, hè, om te weten wat je doen moet. Als heel de wereld om je heen in elkaar stort. Nou ja, en je weet toch maar nooit wat er morgen gebeurt. Wat vind jij nou? Dat hangt van het meisje af, denk ik. Je hebt van die meisjes die deugen nou eenmaal niet, maar voor andere meisjes. Wat kan er nou op tegen zijn als 2 mensen allebei? Ik moet gaan. Ja.
Je komt toch terug, hè? Je trekt je toch nergens wat van aan? Nee. Eens een keer meebrengen. Daar zijn een boel dingen in waar ik het eens met je over wil hebben. Over jou ook. Oh ja? Wat dan? Oh, ja, een heleboel zou ik je liever niet willen laten lezen. Ik vond jou eerst ook niks. Zo'n saaie slungel. Maar ben je nu van gedachten veranderd, net als ik over jou? Dat zul je wel merken. Donderdag 25 mei 1944. Onze groenteman is gepakt. Hij had 2 joden in huis. Voor ons betekent het nog minder eten. Helemaal geen ontbijt meer. 'S middags pap of brood. 'S avonds rotte aardappelen met soms een beetje rauwe groenten. Rauw vanwege de vitamine. Tot overmaat van ramp zijn de ratten weer aan de gang geweest. Ze hebben van onze kostbare voorraadjes gevreten. Nu zou zelfs meneer Dussel willen dat Moesje er nog was. De invasiekoorts stijgt met de dag. Miep zegt dat de mensen buiten over niets anders meer praten. Maandag 5 juni 1944. Inneming van Rome door het 5e leger. De stad is nog verwoest, nog gebombardeerd. Weer slecht. Aanhoudende zware bombardementen op Pas-de-Calais en Franse kust. Wat is er? Wat gebeurt hier? Hij stelt. Hij stelt van het even. Hij loopt naar Blokker. Wat is dit? Je smerigheid. Hoe is het dat je er bent? Peter, God verhaal nog. Peter, Peter! Laat hem los! Laat hem los! Jij vuile egoïst dat je er bent. Ons brood. Hij wou van ons brood stelen. Dus jij was het, hè? Jij was het. En wij maar denken dat het de ratten waren. Hoe kunt u zoiets doen? Ik heb honger. We hebben allemaal honger. Je ziet de kinderen voor je ogen magerder worden. Je eigen zoon ligt in zijn slaap zo te kreunen van de honger dat we het hier horen. En dan komt hij in de nacht om ons brood te stelen. Het brood van de kinderen. Hij heeft meer eten nodig dan wij. Hij is altijd al een grote eter geweest. Hij heeft een groot lichaam. U bent nog veel erger dan hij.
Noem je dat een moeder? Haar kind opofferen aan een man die... Nee! Denk maar niet dat ik het niet gezien heb. De beste stukken worden altijd voor hem bewaard. Dag in dag uit heb ik het aangezien in mijn mond gehouden. Maar nou is het genoeg. Afgelopen. Hij gaat eruit. Nou zeg ik dat hij eruit gaat. Edith. Ruit? Wat zegt u daar? Precies wat ik bedoel. Pak uw boeltje en verdwijn. Nee, dat kan je niet menen, Edith. Dat zeg je in drift. Dat meen ik wel. 2 jaar lang hebben we met elkaar opgetrokken. We hebben alles gedeeld. We hebben geprobeerd rekening met elkaar te houden. De goede vrede te bewaren. Moeten we dat nou allemaal in 1 keer teniet doen? Oh. Dit zal nooit meer gebeuren. Niet waar vandaan? Als hij 1 keer steelt, doet hij het weer. Edith, in godsnaam, we moeten kalm blijven. Iedereen gaat terug naar zijn eigen kamer. Straks zullen alle rust dit met elkaar uitpraten. Maar er valt niets meer te praten. Hij gaat eruit. U wilt ons toch niet op straat zetten? Er zijn meer schuilplaatsen. Ja, een gat in de grond of een berghok voor duur geld. We hebben geen cent meer. Dat geld geef ik u wel. Uit mijn eigen zak als het moet. Meneer Frank, u heeft destijds gezegd dat u nooit zou vergeten wat Poppy voor u gedaan had toen u pas in Amsterdam kwam. U zei dat u hem nooit genoeg zou kunnen bedanken. Als mijn man verplichtingen aan u had, dan heeft hij dat dubbel en dwars terugbetaald. Zo ken ik je helemaal niet, Edith. Zo heb ik je nog nooit gezien. Ik had mijn mond al veel eerder open moeten doen. Dank voor dank. Als u er niet bij gekomen was, hadden we meer dan genoeg gehad voor allemaal. Wat wachten we op de mof als we elkaar kapot zitten te maken? Hier, geef dat maar een biep, ze vindt wel iets voor u. Moeder, je stuurt Peter toch niet weg? Peter heeft niets gedaan. Natuurlijk blijft hij hier. Als ik voor de kinderen hier opkom, dan hoort hij er ook bij. Als mijn vader weggaat, dan moet ik wel mee. Vader? Noem je dat een vader? Die man weet niet wat het is om vader te zijn. Ik weet niet dat ik dat doen kan. Ik kan niet blijven. Zoals je wilt. Nee! Nee! Peter! Nee! Dat eet ik aan me niks schelen. Ze mogen mij voorzien en ik hoef niet. Als u ze maar niet wegstuurt, mama. En het wordt licht, ze zullen ze pakken. Mama, alsjeblieft. Ze hoeven nu niet te gaan. Ze kunnen blijven totdat Miep een ander adres voor ze heeft gevonden. Maar 1 ding. Ik wil niet dat hij hier nog 1 voet zet. Hij blijft bij de etenskast weg. Alles wat we hebben, zullen we verdelen. Ieder zijn eigen portie. En u. U kunt hier koken. En dan brengt u het er maar. Mevrouw Frank. Meneer Frank. Margot. Oh nee, dat Anne. Niet. Peter. Als we nu moeten gaan vechten om een handje rond te houden. Dat moet. Mevrouw Frank. Meneer Frank. Margot. Anne. Peter. Miep. Nu? Mevrouw is er iets mis? Meneer Van Daan. Godzal, laat Miep dat niet zien. Hou op, hou ermee op. Oh ja, en alle grote zeker voor u. Moet je die zien. En die. Hou op. En die. Hou op. De invasie is begonnen. Waar? Vanmorgen vroeg. Weet je dat? De radio, de BBC. Ze zeiden dat ze op de kust van Normandië waren geland. De Engelsen. De Engelsen, de Amerikanen, de Canadezen, de Fransen. Meer dan 4000 schepen. Ze noemen het D-Day. Eindelijk, het is zo ver. Ik ga het gewoon met de kralen vertellen. Dat zal hem meer goed doen dan een bloedtransfusie. Hebben ze nog gezegd waar ze zijn geland? Ja, Normandië. Dat is alles wat ik weet. Als ik meer hoor, dan kom ik terug. Wat heb ik je gezegd? Wat heb ik je gezegd? Wat is er? Wat heb je? Laat maar.
Ik schaam me zo. Oh, man, schrijf eruit alsjeblieft. Je versteert de hele invasie. Vrijdag 21 juli 1944. De invasie schijnt voor het ogenblik te zijn vastgelopen. Meneer Kraler moet geopereerd worden. Dat ziet er niet mooi uit. Iedereen zit in de put. Meneer Dussel zeurt weer aan één stuk door over die dief. Dat alles alleen nog maar een kwestie van tijd is tot ze ons vinden. Ik ben zelf ook vaak neerslachtig, maar nooit wanhopig. Het is een groot wonder dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven. Want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch hou ik ze vast, ondanks alles. Als ik schrijf, schud ik alles van me af. Ik weet dat ik kan schrijven, maar of ik werkelijk talent heb, dat staat nog te bezien. Ik hoop het. Ook ik hoop het zo. Want ik wil verder komen. Ik wil nog voortleven, ook na mijn dood. Dus maar weer verder. Met nieuwe moed. Het zal wel lukken, want schrijven wil ik. Weer een telefoon. Meneer Frank. Ik hoor het, ja. Maar het is nogal de derde keer, meneer Frank. 3 keer vlak achter elkaar. Dat is toch een teken? Ik zeg u, het is Miep. Om de een of andere reden kon ze niet komen. Dan probeert ze ons te bereiken. Ze wil ons voor iets waarschuwen. Alsjeblieft. Dat is toch vrij veel moeite. Er moet iets gebeurd zijn. Waarom is Miepa niet? Eergisteren is ze voor het laatst geweest. Eergisteren. En vandaag is er geen mens op het werk. Het hele gebouw is uitgestorven. Misschien is het zondag. Dat we ons in de dag vergissen. Hé? Jij nam het dagboek van je. Wat voor dag is het vandaag? Ik vergis me niet in de dag. Ik weet precies wat voor dag het is. Vrijdag. Vrijdag 4 augustus. Vrijdag en geen mens op het werk. Als meneer Kralenhuis is gestorven. Ja, natuurlijk. Dat kan toch? Kraler is dood en daarom houden ze de zaak gesloten. En dat is wat Miep ons wil vertellen. Miep zou ons nooit bellen. Ik maak me van kant. Hou daar in godsnaam je
zorg zijn. Jij zal blij toe zijn als je van me af bent. Wiens schuld is dat we hier zijn? Had het veilig en wel in Amerika kunnen zijn. In Zwitserland. Maar nee, wie wilde niet weg toen ik weg wilde? Ze kon er kostbare spulletjes niet achterlaten. De kostbare meubeltjes. Raak me niet aan. Weet je wat ik altijd doe als ik voel dat ik het niet meer uit kan houden? Dan denk ik aan buiten. Aan de lucht. Hier. Moet je zien hoe blauw die is. Zolang dat bestaat, hè? En dat zal altijd zo wezen. Zolang kun je niet treurig zijn. Je weet dat je weer gelukkig wordt. Ik weet alleen maar dat ik stapelgek word als er niet gaat. Wat gebeurt als we niet wegkomen? Ik hou het er niet meer uit. Dat komt omdat jij niets hebt om je aan vast te houden. Kijk, ik dobber ook maar zo'n beetje rond. Maar ik weet wel dat je iets moet hebben om voor te leven. Mensen die een godsdienst hebben... Ja, dank je, lekker niks voor mij. Ik bedoel ook niet met een hel en een hemel en een vage vuur. Nee. Gewoon de een of andere godsdienst. Iets om je aan vast te houden. Als ik denk aan alles daarbuiten. Aan de bomen, de bloemen, de meeuwen. Dan ben ik niet meer bang. Dan vind ik mezelf terug. Ja, het is allemaal prachtig. Maar zo gauw ik begin na te denken, word ik razend. Moet je ons zien. Opgesloten, al meer dan 2 jaar geen poot verzet. Wachten als ratten in de val zitten te wachten tot het ze je komen halen. En waarom dan? En waarvoor dan? Wij zijn toch niet de enigen die moeten lijden? Dat is altijd al zo geweest. Soms dan zijn het de Joden, maar dan zijn het weer anderen. Wat schiet ik daarmee op? Ik weet hoe verschrikkelijk moeilijk het is om toch in iets te blijven geloven. Als je ziet wat mensen andere mensen aandoen. En de wereld tot een woestijn maken. Maar toch, als ik naar de hemel kijk, geloof ik dat die hardheid zal ophouden. En dat het weer goed komt. Ik wil het nu zien. En niet over 1000 jaar. Maar je moet het ook zien als een deel van een groot geheel. Wij zijn maar een stipje in de tijd. Hey, moet je ons nou horen? We lijken wel een paar van die stomme volwassenen met dat gekissebis. Hier, kijk eens naar de lucht. Hoe blauw die is. Doe, kijk. Mooi, hè? Als we weer naar buiten mogen. Ja, 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 ja
Ik hoor steeds harder de aanrollende donder, die ook ons zal doden. Ik voel het leed van miljoenen mensen mee. En toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik dat alles zich weer ten goede zal wenden. Dat ook deze hardheid zal ophouden. Dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen. Intussen moet ik mijn denkbeelden hoog en droog houden. In de tijden die komen zijn ze misschien toch nog uit te voeren.